De zesde klassers van de Sint-Elisabeth-school zijn vanmiddag extra gemotiveerd voor de komende toetsperiode. Dit vond plaats in een speciale dienst in de Sint-Petrus- en Paulus-basiliek. Pater Martin Noordermeer hield de leerlingen voor dat het niet gebruikelijk is dat zij alleen tot God moeten bidden als de toets nadert. Niet wanneer je bidt en vraagt voor een 8 of 9, ga je dat ook daadwerkelijk krijgen, zei de pater. Als je ook je moeite gedaan hebt om die 8 en 9, om die ook te verdienen. Want je moet niet denken dat alleen maar bidden tot God, dat je dan een 8 en 9 krijgt. Je krijgt alleen maar een 8 en 9 als je die verdiend hebt. En dan niet zozeer omdat God, omdat je goed kunt leren, maar omdat je moeite gedaan hebt. En vandaag vieren wij toevallig in de kerk een feest van een heilige. En die heet Bonaventura. Nog nooit van gehoord natuurlijk, is ook niet erg. Maar Bonaventura wil eigenlijk zeggen een goede komst. Bonaventura. Het is Italiaans en Latijn door elkaar. En dat betekent eigenlijk een goede komst, een goede toekomst. Bonaventura. En weet je, deze Bonaventura, die kon geweldig leren. Hoefde alleen maar iets te lezen en dan wist hij. Hij hoefde nooit te studeren. Noordermeer ging voor en met de kinderen in gebed. Hij bad dat zij het goed moeten doen tijdens de toets die zij binnenkort zullen maken. Hij zei verder dat het dagelijks leven ook een toets is waar er een keuze gemaakt moet worden tussen goed of kwaad. Help ons, goede God, dat wij in ons leven altijd een goede keuze mogen maken. En als wij hier deze morgen samen zijn om uw hulp te vragen, wees dan met ons tijdens onze examens, tijdens onze toets, dat wij rustig mogen zijn. Dat wij datgene moeten antwoorden wat in de vragen staat. Datgene ook wat wij in de voorbije schooljaren, en niet alleen dit schooljaar, maar ook alle voorgaande schooljaren hebben geleerd, dat dat een kennis is waarop wij mogen antwoorden. En dat de vragen die gesteld worden, dat wij uw wijsheid krijgen om de goede antwoorden te geven. Dat vragen wij door Christus onze Heer aan. Pater Martin Noordermeer. Hij is vanmiddag in gebed gegaan voor de zesde klassers van de Sint-Elisabeth-school. En de speciale dienst is gehouden in het kader van de toets die woensdag begint. De dienst is gehouden in de Sint-Petrus- en Paulus-basiliek.